aantallen moet ik denken? Nou, ik denk dat het een geleidelijk pad zal zijn. We zullen eerst met een klein, zeg maar, een tiental vliegers beginnen. Ja. En dan langzaam en zeker door de maanden heen ervoor zorgen dat we er meer vliegers kunnen opvangen en gaan trainen. Maar je kunt niet heel groot beginnen. Je moet ook gewoon zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Wat dus ze nodig de elitevliegers van Oekraïne, die nu al echt het neusje van de zalm zijn in hun luchtmacht, die komen als eerste in aanmerking op voorwaarde dat ze Engels spreken. En dat is, u begint dan met een tiental vliegers. Dat is een keuze van Oekraïne, welke vliegers ze beschikbaar stellen. Het zijn allemaal vliegers die gewend zijn om te opereren met de MIGS. Ja. Dus er zit zekere kwaliteit in deze mannen. Ja. En mogelijk ook vrouwen. En we zullen inderdaad met tientallen beginnen aan de voorkant. Maar je moet echt hier tijd voor nemen. Ja. Je kunt niet verwachten dat je dit binnen enkele weken hebt gedaan. Het is een gecompliceerd wapensysteem. We moeten afspraken maken met partners. Dit duurt maanden voordat je deze vliegers op niveau hebt. Heeft Amerika dat aan ons?